sociale ongelijkheid in het onderwijs? Hoe doe je dat? Nee, je moet eerst wel goed de constatatie aanvaarden dat het onderwijs jammer genoeg de sociale ongelijkheid niet opheft, maar bevestigt, jaar in jaar uit. En je krijgt ongelooflijk veel verhalen van mensen die naar de school worden geroepen om dan te zeggen van, zou uw zoon of uw dochter toch niet beter TSO doen of BSO doen? Je krijgt bijna nooit het omgekeerde van mensen en kinderen die in de TSO en de BSO zitten, die bij de CLB worden geroepen van, uw zoon of uw dochter, die zou beter ASO. Dus dat effect heb je bijna niet. Er is een onderzoek. Dat is een watervalsysteem dat vandaag bestaat. En daar moeten we op veranderen. En als je die drie maatregelen, namelijk kleinere klassen, meer diversiteit en naschoolse begeleiding, dan zou je al een heel groot deel van de kansen die nu weggegooid worden in het onderwijs echt kunnen omhoog trekken. Ja. Gasboetes, zijn we voor of tegen en vanaf welke leeftijd? Peter? Nee, ik heb vandaag nog eens de kranten gelezen en ik merk dat er partijen zijn die voor gasboetes zijn vanaf 16. Andere partijen voor gasboetes vanaf 14 jaar. Dat is de wet die net veranderd is, onder meer door minister Tuttelboom. En nog andere partijen zelfs voor 12 jaar. Ja. Dus wij hebben in ons programma heel duidelijk gezegd, wij zijn als partij tegen het systeem van gasboetes voor iedereen. Nee, dat staat letterlijk. Ik zal ook zeggen waarom. En ze zijn volgens ons niet correct. Ze zijn ook niet efficiënt en niet democratisch. Niet correct, ik bedoel daarmee, een gasboete is een financiële boete. Ja. Jongeren die weinig publieke ruimte hebben, die dan ergens op de publieke ruimte gebruik maken, jongeren van het Kiel of jongeren van de luchtbal of weet ik van waar dan ook, en die dan een hoge boete krijgen, die worden eigenlijk zwaarder gestraft dan jongeren van iets kapitaalkrachtige gezinnen. Dus het is niet sociaal, het is het principe van straf de armen. Niet efficiënt ook niet, ik ga even mijn redenering afmaken, niet efficiënt ook niet, want de echte overlast, die los je daar niet mee op. En het systeem laat willekeur toe, en willekeur is iets gevaarlijk. En bovendien laat het systeem ook toe dat je tegelijkertijd procureur en rechter bent. En dus de gasboetes zijn een schending van de scheiding van der machten. En ik vind dat een heel, heel gevaarlijke evolutie. Als je wetgeving gaat maken, bijvoorbeeld de jongeren treft, dan komen we terug op die gasboetes. Ik wil wel weten, vooraleer dat die wet op die gasboetes is gekomen, zijn die mensen van Betonnen Jeugd betrokken? Zijn de mensen van Recht Op betrokken? Zijn de gewone jongerenorganisaties betrokken? En dat vind ik... Nee, het antwoord is inderdaad nee. Men maakt wetgeving over jongeren zonder het middenveld, zonder de jeugdwerkers en zonder de jongeren daarbij te betrekken. En dat vind ik een gemiste stap. Ik meen dat echt oprecht. Ik vind dat een gemiste stap. Ik vind het signaal boven. Ik ga dat ook zeggen. Ik vind het signaal bovendien dat twee kandidaat-burgemeesters hier vanavond niet komen. Ik vind dat ook een gemiste stap bij het betrekken van heel dat middenveld. Hoor. Echt waar. Ja, huren en wonen is prioriteit 1 voor PvdA+. Wij hebben één eenvoudig voorstel. Dat is plafonneer de huurprijzen en maak ze afhankelijk van de kwaliteit. Dat bestaat in Nederland. Nee, dat systeem bestaat in Nederland. En daarmee kan je een maximumprijs invoeren. En dan wil ik ook nog iets zeggen over zondag en mijn verwachting. Ik hoop dat iedereen hier zondag met zijn hart in de eerste plaats stemt. Echt waar. Ja. Thank you.